Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, is wel zoiets. Een heerlijk oktoberweertje. En hoe lok het me dan naartoe? Dan ga ik natuurlijk even naar Limburgplant. Ik ga even aanpoten met Diana. Hoe is het eigenlijk? Ho, ho, ho! We hebben hem extra gepoetst voor dich. Ja? Zie. Het wet spat er vanaf. Ja. Huh? Nee, Diana, wie is het? Ja, goed. Goed? Ja. Het is wel zoiets. Af en toe een beetje, dus. Ja, ja. Ja. Heb ze niet het werk van mij voor de tussendoor? Zo. Ja, ik heb hier gehad, inderdaad. Je kent ze hier wel, hè? Ja. Die peren, die wat gevallen zijn, die kunnen we ze bijeen rapen. Ja, dat is wel het voordeel van fruit. Dat is het veel kindje ook laten liggen. Ja, het vergeet altijd, hè? Ja. Alleen bananen zullen net. Nee? Nee. Oh, dat wist ik niet. Nee. Ja. Oh, Joshat, ja. Ja, kom. Oh, ja. Ja, Diana, we hebben hier Fons in de hof. Mm-hmm. En Fons, dat is hagen nu, ik zag er een Sinterhagen. We zijn inderdaad deze week begonnen met het oedoen van hagen. En eigenlijk nu is het tijd voor de groenblievende. Die kennen we nu al oedoen. Groenblievende, het zijn coniferen, het zijn laurieren. Gewone laurier, Portugese laurier, taxussen uiteraard. En alle wegtes. Verkrijgbaar momenteel. Ja, en bij Fons ging het eigenlijk om de beukenhaag. Ah ja. Ja, maar de beukenhaag is het nog uit de vreugd voor. Zolang de buim nog vol met blaaier zit, kunnen we weer nog niks op de volle groen doen. Qua blaadverlezende buim. Oh, dus Fons moet nog heel even wachten? Fons moet nog ongeveer tot half november wachten. Ja, waarom stuurt hij mij dan niet naartoe, zeg? Ja, misschien wel ter leven een groen blievende haag. Want, ja, ja, misschien is dat bedoeld. Ja, let er eigenlijk aan, ja, op zich... Qua werk even veel werk, maar hij had wel continu het fijn groen. Want dat miste nog wel een beetje bij hem. Een prachtige tuin, maar echt het groen blijven, dat miste nog toch wel. Dus in de winter is veel kaal. En eigenlijk is het wel mooi als in een haagje zitten. Om, ja, en er is heel veel keuze in. Hè. Heel veel, wat momenteel veel gebroken wordt nu, is Portugese laurier. Mm-hmm. Zit nee, dat is het niet gebeurd. Dit is eigenlijk de ouderwetse laurier. Prunus rotundifolia. Gewoon een breed blaad. Een beetje felgroen van kleur. Best wel een... Ja, groeit redelijk snel. Scherf ze twee keer per jaar. En dan heb je gewoon een prachtige haag. En dit is eigenlijk ook... We beginnen nog steeds terug te komen. De conifeer. Gewoon een coniferenhaag. Is die dan een truc van weg geweest of zo? Ja, hebben ze een tijdje gehad dat Luna maar zoveel met coniferen haaien. En nu zussen ze wel steeds meer voor, ja, dat ze weer gepoord waren. Oh, dat is een teken dat ze dat toch wel een erg dankbare heg is, of niet? Coniferen, als ze regelmatig dus snoeien, dan hebben ze er echt jarenlang plezier van. En daar is het natuurlijk ook wel verschillend tussen die en die en die. Dan hebben ze natuurlijk de snelgroeiers, maar die gewoon niet langer als 10 jaar met. Groeien ongeveer een meter per jaar. Maar ja, die moesten ook vaak snoeien. Ja, dat is... En die is dan eigenlijk ook uitvoeringen, ja, die wat gaat een beetje langzamer groeien. En dat is de mooie zin om als haag te gaan gebroken. Oh, dat is een hele hoop informatie wat ik een Fons kan doorgeven. Ik denk dat dat toch wel geeft voor die snel groeien. Dat er minder werken. Dat klopt. En de Portugese, was die? Ja, hier is Portugal. Oh, daar gaan we naar Portugal. Oh, die zijn een stuk kleiner. Ja, die zijn een stuk kleiner, heb ze goed gezien. Die blaadjes bedoel ik. En die pleintjes natuurlijk ook. De pleintjes en de blaadjes. Ja. Dat is inderdaad, het blaadje is een stuk kleiner. Met sneuien, ja, die houdt zich echt heel mooi compact. Dit is dan het formaat 80 in een meter. Mm-hmm. Dus we verkopen ze op 60, 80, 80, 100, 100, 125. Tot en met 2 meter, 2 meter 50 als het moet nog. Maar goed, wie hoger een haag, wie ooier, er zit ook een ander prijskaartje aan. Ja, tuurlijk. Ja. En dit is eigenlijk nu de tijd om te beginnen met deze te poten. De groen is nog warm, dus ze kunnen nog wat wennen aan de warmere groen. En dadelijk komen we de winter in. We hoeven geen water te geven. En zodra we een vuurjaar zijn, ja, dan begonnen die wortelen. En ja, dan is er eigenlijk ook wel gegarandeerd van, mits dat ze de groen goed op voorbereid, ja, dat die haag gewoon aan is. Ja. En het geldt dus ook voor die andere laurieren. Dus als ik het goed begreep, is het eigenlijk het allerbeste om nu die haag te planten in verband met de warmte van de grond. En dan geef ze lekker de winter in en dan kunnen ze van de zomer fijn, zeg maar, in de
Ja, dat in de lente kunnen ze dan omhoog komen. Ja, goed zo. Schoon opgelet. Dat bleef ik. Wat is dit hier allemaal? Ja, dit zijn eigenlijk ook toeval gevroogde planten. Cotoneaster. Ik weet even niet wat de Nederlandse naam daarvan is. Cotoneaster in ieder geval. Dit is een queen of carpet. Fiener blaadje. Ik kreeg dadelijk witte bloemjes op de vulje. Het waren van die oranje besjes. Zijn dat laagbloemen? Ja, het zijn echte platblievende. Kent ze gewoon op lopen. Die wortelen zich vast. Het is een ideale bodembedekker. Ja, dat was het woord wat ik was aan het zoeken. Bodembedekker. Bodembedekker. Dan hebben we Lunicera. Comperfoelie. Ze zie je al vaak in gemeenteparken. Gelukkig is het project nu hier in Echt, hoe weer als ondernemer van Echt en ook aan kunnen leveren. Mede dankzij ook de juiste souvenirs wat hier ook komen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is natuurlijk fijn. Het is een gemeente woont waar ook gewoon iedereen gewoon bij de ondernemer ter plekke dan het gegund wordt. Ik denk dat dat plicht is. Denk je dat dat plicht is? Van de gemeente denk ik dat dat plicht is, Want het is zo, de betalen ze in hun eigen gemeentebelasting. Ja. De mensen betalen. Zo moest het zijn. En dan moest ze niet in andere toelingen te lopen, maar moest het altijd aan hun eigen gunnen. Dit is inderdaad een project wat gewoon in zijn eigen. Een prachtig project trouwens. Dit is gewoon makkelijk een onderhoud, is groen. Goed te ongerooien, het ziet gewoon mooi uit. Och, dan is er nog het van ons, dat is makkelijk. Ja. Makkelijk voor ons. Dit trouwens niet voor dit plantje alleen, maar dit is eigenlijk ook een heel mooi plantje als vervanger van de buxus. We hebben natuurlijk Ilex, een vervanger van de buxus, maar de Lunicera, deze, maigruin, is ook een hele mooie vervanger voor de buxus. Dus mensen die wat eigenlijk zeggen van, god, ik wil weer een nieuw buxuspark gaan aanleggen, zo wil ik deze adviseren ook. Oké. Ja, dus je zou overal kunnen vervangen worden. Dat gaat wel eens gaat mis, maar dat krijg je wel vervanging. Niet voor ons, hè? Nee. Okay. Ja, believe, voor zijn blijvend wel. Oh, is dit de kerel klaar voor mij? Kan ik hem planten of wat gaat er gebeuren? Dit is ook weer Portugese laurier. Die wat we net zo gestaan, die zijn met kluit. En deze staan in potten. Ze zijn een muitje kleiner. Dus dat is, voor iedere tuin is een moord leverbaar, zou ik het zo zeggen. Maar wat is nu het voordeel? Is het nu een pot kopen of met kluit kopen? Een kluit kunnen we eigenlijk pas vanaf nu kunnen we die uit gaan doen. Die van kluit die zijn altijd gaat mooier, gaat voller in vorm. De pot zit er dus ook wat minder van per strekkende meter. In pot zijn ze een kleinere motor te leveren en dan hebben ze het hele jaar te leveren. Dus als ik me zei, ik wil in juni, juli, augustus wil ik mijn haar gaan zitten, kent ook. En dat is eigenlijk het verschil. Ja. Maar goed, de beste tijd voor te poten is nog altijd het najaar. En dat begint nu in oktober, november, december, januari. Dus onthoud beste kijkers, je kunt het heel jaar krijgen. Maar eigenlijk is het de beste in oktober, dan is de grond nog warm. Heb ik het goed gezegd? Ja, lekker wel, ja. Nou, Diana, wat dit is chic, zeg. Van alles een beetje doorheen. Dat is hortensia's op stam. Die beginnen nu natuurlijk prachtig te verkleuren. Dus dat is ook weer de meerwaarde wat een hortensia heeft. Dan heb ze hem gewoon en dan heb ze hem op stam. Pluimhortensia. Ja, prachtig, mooi. Mooi, chic. Ja. Chic. Ja. Wat zijn dit? Och, gelukkig. Ja, gelukkige hortensia's. Hele gelukkige hortensia's. Ja. Dit is een paarse, paars met een wit hart, een nieuwe collectie. De naam is Pushy Purple. Dus dat kan ook weer een hele mooie prominente plekje in een tuin gaan krijgen bij de klanten. Dus, ja, want dan heeft de tuin echt een heel gelukkig gevoel. Dus ik zal zeggen, ik ga hem zetten. Ja, happy ending. Ja, dus laten we het op je laten, beste kijkers. Dit is een gelukkig einde. Voorzien is de volgende week terug en één ding, bedankt voor het kijken. En lief gezond. En misschien zeer voor ze. Dag. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.